Ja, er zijn momenten geweest die je niet vergeet. Mm-hmm. Dus het jaar dat wij zijn opgegaan, 47-48, mm-hmm. brandde dus op de avond van de eerste wedstrijd, brandde de tribune af. In de eerste wedstrijd in eerste klasse? Nee, in tweede klasse. In tweede klasse, ja. Van het seizoen dat wij zijn opgegaan bij de eerste wedstrijd van het seizoen, mm. brandde de tribune af. Ah, ja, ja. Tribune af. Die was dus weg, je ziet dat. De stad heeft dan de andere kant overdekt. Mm-hmm. Dat heb je nog geweten, dat stond dat zo'n oude dingske. Een oude overdekking. En daar werden dan banken geplaatst, dat was de tribune. En in november van dat jaar was er de 11e november mm-hmm. een benefietwedstrijd. Dus voor de tribune, mm-hmm. tegen Malinois. Mm-hmm. Wij stonden eerst in de tweede klasse, mm-hmm. en Malinois, die het vorig jaar kampioen geworden waren, mm-hmm. die stonden eerst in de eerste klasse. Mm-hmm. En dan hebben wij op 11 november een derby gespeeld. Mm-hmm. Je kunt dus denken dat dat serieus was. Hè? En we hebben die met 2-0 gewonnen. En dan zijn wij dus gepromoveerd. Mm-hmm. En dus het was nog helemaal anders, dat gaat je direct begrijpen, dan dat het nu was, dat is nu onvoorstelbaar. De eerste derby was op Malinois. Mm-hmm. En wij stonden op dat ogenblik tweede in de rangschikking. Na 5 matchen stonden wij mm-hmm. de eerste op kop. Mm-hmm. Dus ons tweede match was tegen Anderlecht. Mm-hmm. En Anderlecht, die hadden de titel gewonnen het jaar daarvoor. En die werden nu onklombaar geacht, want die hadden de beste schutter van de eerste klasse, mm-hmm. Arsène Vaillant, ja, weggekocht bij White Star, mm-hmm. die speelde bij White Star, en Rick Matthijs gekocht mm-hmm. van Tubantian, een verdediger, en die hadden dus een ploeg met ding. En we hebben die thuis met 4-2 geklopt, regelmatig. Na 5 speeldagen stonden we eerst, we hebben daar een paar weken gestaan, maar dan blijven hangen, tweede, derde, tweede. Mm-hmm. En dus de eerste derby was Malinois Racing. En bij thuiswedstrijden aten wij, dat was nog een gewoonte overgehouden mm-hmm. van onder de oorlog, aten wij in de Astoria. Ja, niet van gehoord. Dus nee. op de IJzerleen, heb je, hoe heet dat, in het midden van de IJzerleen, het vierde straatje, zeggen ze in Mechelen. Ja, het straatje. Ja, schoolstraat, nee. Of het heeft weinig belang. Ja, ja. En nu heb je daar, geloof ik, een café, of is het een wafeldingen geworden, als je dus naar de dingen op gaat, en dan had je daar de Astoria. Koffiehoekje naar. Ja, naast dat koffiehoekje. Ja, 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 ja. Had je de Astoria en dan daarnaast had je nog een bekende café. Ja, ja. En in de Astoria, daar waren de vergaderingen van bestuur. Hm. En 's middags aten wij daar. Hm. Ik ga je zeggen hoe dat het anders was, wij aten daar dus gezamenlijk, niks speciaals. En dan gingen wij vandaar te voet naar de Malinois. We moeten nu niet meer eens keer. Ja, maar je raakt er niet. Ja, maar we geraken. Ja, je moet het zien. Hè, die. En dus dat was onvoorstelbaar. Mm. Wij kwamen daar niemand tegen. Hè. Mm. Er liep daar niemand op straat. De Koeistraat. Mm. En dan daarna in het wegske naar het ding. Niks te zien. De supporters zaten al allemaal in het stadion. Ja. Die zaten al allemaal in het stadion. Het schijnt dat dat om 1 uur praktisch vol was. Mm. Om een goede plaats te hebben. Die zaten allemaal in het stadion. Mm. En dan hebben wij met 0-3 gewonnen. Mm. Malinois. Je kunt denken wat er was. Met nog een anekdotisch
dingen bij. Dus Spinwab was burgemeester. Ja. Dat was een racingman. En die had twee van zijn vrienden uitgenodigd. Gouverneur de Klerk, gouverneur van de provincie Antwerpen, grote voetballiefhebber. En Spaak, minister van Buitenlandse Zaken. Ja. En dus na de match zijn die dus Pinois. Dus de Klerk met zijn vrouw en Spaak met zijn vrouw ons komen gelukwensen in de kleedkamers. Ja. Waar de meeste van ons in hun blote stonden. En ik denk dat dat voor de dames een onvergetelijke voetbaldag. Ja, dat kan ik wel. Ja. Zeker in die tijd. Om je te zeggen hoe anders het was dan. Ja, natuurlijk.